Cynthia McLeod, 4 oktober 1936, Paramaribo. Bestseller auteur historische romans. Cynthia McLeod is van huis uit een verteller. Als docent Nederlands op het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum van 1969 tot 1978 vertelde ze over de Surinaamse geschiedenis. In 1987 debuteerde ze met de historische roman Hoe duur was de suiker, die veel herdrukken beleefde. Het boek zag ook vertalingen in het Engels, Duits en Italiaans. Dit is de Duitse. Yeah. Dit is de Italiaanse. Mooi. Dit is de Engelse. Ja, ja. En werd verfilmd. Missie, aan ons huis. Ik kan elke man in Suriname krijgen. 5 jaar in mijn bevroken, dan mijn man is sari. Mijn vriendin, mooi, mooi, oma. Ik ben Mini Mini. En op een dag zal ik schrijven wie de prijs van de suiker betaald hebben. Haar tweede roman, Vaarwel Merodia, verscheen in 1992. McLeod bouwde een indrukwekkend oeuvre op van historische romans waarin ze de plantagetijd en gebeurtenissen uit de Surinaamse geschiedenis beschrijft. Ze is een bestseller-auteur en de meest gelezen schrijver onder Surinaamse scholieren. Vanaf 2000 ondernam McLeod met haar boot, de Sweet Merodia, educatieve tochten met Surinaamse scholieren. Op internationale literaire festivals en universiteiten geeft ze al jaren lezingen over de Surinaamse geschiedenis en vooral het slavernijverleden. De belangwekkende resultaten van haar onderzoek naar Elisabeth Samson, gepubliceerd in Studie en Roman, inspireerden haar tot fondswerving voor de restauratie en inrichting van Elisabeth Samsons huis tot museum. McLeod werd 13 maal onderscheiden, onder andere tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 2011. Odo. Minas Ranang, alas ma ebar famibita. Matedem bere hadding, na mi de kong. Ik ben Suriname. Vaderlandsliefde kent geen grenzen.